Hartelijk welkom bij deze video-workshop over Paragon Hard Disk Manager 2010 Special Edition. Die krijg je helemaal gratis van ons op de cd bij dit nummer. En de installatie wizard die begint zoals dit venster. Daar klikken we op Extract, of op Accept liever, waarna je de installatiebestanden gaat uitpakken op onze computer. Voilà, en dit is dan de installatiewizard met heel veel opties, maar eigenlijk moet je hier zijn bij Hard Disk Manager 2010 Special Edition en opnieuw op de gelijknamige knop liever om het installeren te beginnen. Voilà. Aanvaarden, dit moet je natuurlijk helemaal doorlezen zoals je bij elk programma uiteraard doet. En dan hebben we hier een gratis serial number nodig. Met een klik op Get Free Serial komen we daar al terecht. Voilà. Best doe je dat met je eigen e-mailadres, zodat je eventuele updates en zo altijd kan ontvangen. Ik ga nu even een tijdelijk e-mailadres aanmaken. Voilà. En dan vul ik hier mijn naam in. Fons de Spons. Dit e-mailadres. En ik woon op Aruba, was het maar waar in het Engels. Newsletters moet ik niet hebben, dus ik klik op Submit. Voilà. Bedankt en nu is het nog even wachten tot ik hier de e-mail van Paragon zal zien binnenlopen. Voilà, hier is de mail al binnengelopen. Dear Fons de Spons, voilà, product key, dat is deze. Ctrl-C om te kopiëren en dan gooi hem er hierin. Het serienummer, kopiëren. Voilà, waag het niet om dit over te nemen thuis, want dan weet ik je te vinden. Druk op Next. Username, dat zal kliks. Doen we maar. Voilà. Organization moeten we niet invullen. Anyone who uses this computer, goed, installeer maar jongen. Voilà. En nu is het natuurlijk wachten geblazen tot het hele programma is geïnstalleerd. Wilt u de software voor het apparaat installeren dat vraagt Windows mij, dan klikken we op ja, installeren. Je kan hier natuurlijk ook aanvinken dat je de software van Paragon Software altijd wil vertrouwen, maar dat is een keuze die je zelf moet maken. Dan moet je natuurlijk de volgende venstertjes niet meer zelf liggen aanklikken. Maar als Paragon natuurlijk ooit malware gaat uitbrengen en je wil die installeren, dan gebeurt dat natuurlijk ook wel. De keuze is aan jou, maar met Paragon kan je normaal gezien niet heel veel misdoen. En hier klikken we op Finish, voilà. System restart is recommended but not obligatory. Dat wil zeggen dat je je computer best kan herstarten, maar dat het niet hoeft. Dus ik druk op No. Voilà, mijn browser kan nu gesloten worden. Dit venster kan ook gesloten worden. En normaal gezien gaan we hier dan Paragon Hard Disk Manager in terugvinden. Voilà, lanceren. Dit is het hoofdvenster. Voilà, ik ga eens kijken of ik het niet wat groter kan maken. En dat kan. Ziezo. Zoals je ziet heb je hier een aantal tabbladen aan de linkerkant. Voor al wie deze video-workshop bekijkt zonder het artikel gelezen te hebben en die gewoon de interfaces wil zien, zal ik er eens snel overgaan. Bij partitioning kan je partities aanmaken, formateren, verwijderen of resizen, de grootte van de partities wijzigen, wat behoorlijk handig kan zijn. Backup en recovery, je kan backups instellen. Je kan harde schijven volledig migreren, wat wil zeggen overzetten naar een andere harde schijf. Of ze kopiëren bijvoorbeeld om maar een backup te hebben, maar dan kan je evengoed backup gebruiken. En hier kan je een partitie defragmenteren of gewoon volledig wissen. Boot management, dan kan je een bootmanager instellen waarmee je bijvoorbeeld tijdens het opstarten van je computer de keuze krijgt tussen twee of meer verschillende besturingssystemen. Maar dat is uiteraard al wat voor gevorderden. Ik zal je even de partitiemogelijkheid laten zien om partities te vergroten en te verkleinen. Dan krijg je deze wizard te zien. Voilà. Hier zegt hij ook dat je best je data kan backuppen. Inderdaad, dat is ook nodig. Hier zegt hij dat hij harde schijven heeft gevonden waar hij niet mee kan werken. Dat is waarschijnlijk omdat ik een externe harde schijf heb aangehangen. En die werkt daar natuurlijk niet echt voor. Wat kan je doen? Bijvoorbeeld, hier heb ik enkel deze mogelijkheid. Je selecteert de linkerharde schijf, dat is hier
deze kleine partitie en dan selecteert hij automatisch de schijf die ernaast zit. Als ik mijn C-schijf selecteer, dan selecteert hij automatisch mijn D-schijf mee. Waarom kan ik mijn D-schijf niet selecteren? Wel, dat komt omdat je een partitie enkel kan vergroten met ruimte van de schijf die zich rechts van die partitie bevindt. De D-schijf is de laatste schijf, dus die heeft nergens ruimte om mee vergroot te kunnen worden. Klik je hierop, voilà, mijn C-schijf, dan druk je op Next en dan kan je gaan zeggen hoe moet dat verschil hier gemaakt worden door simpelweg te verslepen. Je kan bijvoorbeeld zeggen mijn C-schijf moet effectief groter, dus dat doen we zo, of hij moet kleiner, dan doen we dat zo. Zoals je ziet heb je hier ook deze schuifbalk die hetzelfde doet en waarbij je dan perfect kan zien hoe de grootte tussen de twee gaat verschillen. Je ziet hier ook hoe vol ze al is met het blokje in het blokje. Dat geeft aan hoeveel procent van die partitie er al in gebruik is. Druk je dan op Next. Dan moet je zeggen Yes, apply the changes. En dan druk je op Next. Dat wil zeggen dat hij meteen de operatie zal doorvoeren. Voilà, ik druk op Cancel, want voor mij is dat niet nodig. Maar zo simpel kan het dus zijn met de wizard. En eigenlijk gebeurt alles van Paragon Hard Disk Manager met gelijkaardige wizards. Als we nu bijvoorbeeld Backup en Recovery nemen, hier heb je veel mogelijkheden. Het beste wat je kan doen is de Smart Backup kiezen. En waarom? Wel, dat vertel ik je zo meteen. Voilà, welcome to Smart Backup Wizard. Hier heb je de keuze. Je kan je e-mail backuppen met een klik, je mediabestanden die allemaal in de My Documents map zitten, of gewoon de volledige documenten die in My Documents zitten, of other files and folders. Klik je op Disks or Partitions, dan kan je hier effectief kiezen welke harde schijf of welke partitie je wilt backuppen. Ik ga dat hier niet doen. Other files and folders, daar kan je werkelijk alles mee doen. Hier kan je ook zeggen van volledige C-schijf moet mee in de backup zitten en dan mijn mp3's en dat zal wel volstaan. Hier ga ik bijvoorbeeld zeggen van, voilà, de video workshops, daar wil ik best een backup van. Dan druk ik op Next. Backup destination vervolgens, waar wil je dat gaan opstaan? Ik heb hier een externe harde schijf en goh, die heb ik liever het archive name video workshops backup. Voilà. Gewoon in de root. Klikken op Next. Hier kan je masks includen. Masks, dat zijn filters. Als je deze masks wilt instellen, dat betekent dat hij enkel bestanden in de backup zal steken die de extensie hebben die je hier hebt opgenomen. Dus op dit moment zie je, als ik dit aanvink, dan gaan al deze bestanden met al deze extensies opgenomen worden. Voilà, WAF, WMA, WMV, MP3 en al wat je wilt. Wil je dat niet, bijvoorbeeld dat bestanden met de extensie WAF niet in de backup mogen zitten, dan klik je op Delete Filter en voilà, dan worden WAF-bestanden automatisch niet mee opgenomen. Voor mij is dat niet nodig. Of je dat zelf wil, dat kan je natuurlijk allemaal zelf bepalen. Hier heb je Exclude Masks, wat wil zeggen dat je bestanden er sowieso wil uithalen. Alles wat hierin staat, deze extensies, bestanden die die extensie hebben, worden sowieso niet mee opgenomen in de backup. Dus alles wat met .exe, .dll, .cap en al wat je hier ziet staan, een extensie heeft, dat zit niet in de backup. Voilà, dat is het. Je kan hier nog een stukje commentaar toevoegen en dan Backup Now of Schedule Backup om de backup later door te voeren te doen. En dan druk je op Next om de backup te beginnen. En zo kan je eigenlijk alles doorlopen op dezelfde manier met dezelfde wizard. Het loopt redelijk hard vanzelf. Wil je zelf iets meer overzicht of iets meer controle, dan kan je hier nog op Full Scale Launcher klikken om de volledige interface van Paragon Hard Disk Manager 2010 tevoorschijn te toveren. Voilà, dit is de grote interface van Paragon Hard Disk Manager. Die is iets indrukwekkender uiteraard, maar je ziet hier ook aan de linkerkant, zie je gewoon alle opties die je daarnet in de Express Mode ook kon zien in de tabbladen. Hier krijg je dan ook een overzicht van alle aangesloten harde schijven en partities. De Schedule Tasks, daar krijg je dan een lijstje met dingen die je in de agenda van Hard Disk Manager hebt gestoken, bijvoorbeeld backups en zo. Hier kan je die ook aanpassen. En hierboven heb je nog al een aantal opties, bijvoorbeeld om partities aan te maken of te resizen. Wil je toch terug naar de overzichtelijke interface, dan klik je op Express Mode en dan krijg je dit terug te zien.
Veel plezier met je ontdekkingstocht. Neem gerust je tijd om het programma eens te doorspitten, want er zitten heel wat handige mogelijkheden in.